Hallo, mijn naam is Cedric van Gronsveld. Ik ben hondengedragsdeskundige en oprichter van kwispeltherapie.be. Ik bied deskundig advies voor honden met probleemgedrag, zoals verlatingsgerelateerde angsten, geluidsfobieën, agressie, dat soort dingen. En voor honden met opvoedkundige problemen, zoals trekken aan de lijn, opspringen, ongehoorzaamheid. Ook bied ik advies aan mensen die een nieuwe pup willen kopen. Welk ras past het beste bij het gezin? Welke puppy in het nest zijn gedrag past het beste bij jullie? Waar moet u op letten? Wat zijn de belangrijkste dingen de eerste paar maanden? Zoals bijvoorbeeld socialisatie. Ook als jullie een nieuwe hond willen toevoegen aan een bestaande gezinssituatie. Met al eventueel een aantal honden erin. Hoe pakt u dat het beste aan? Als u gaat verhuizen of er is een baby op komst. Hoe kan u dat het beste aanpakken om die overgangsperiode zo goed mogelijk te verzachten. Het zijn allemaal dingen waarop dat je je hond kan voorbereiden om zo makkelijk mogelijke overgang te hebben. Ik schrijf een blog die je kan vinden op de website, waar dat ik het heb over hondengedrag en over honden in het algemeen. Je kan zich inschrijven op de nieuwsbrief, op de link hieronder. En dan krijgt u ook automatisch mijn 5 gouden tips voor hondentraining toegestuurd. Aangezien ik zelf veel gemakkelijker filmpjes kijk dan artikels lees, zou ik graag de blog aanvullen door op dit kanaal regelmatig video's uit te brengen om jullie zoveel mogelijk in te lichten over hondengedrag en alles wat rond honden beweegt. Dus we gaan het hebben over welke verschillende visies dat er bestaan, welke technieken dat er zijn, wat de nieuwe technieken zijn, wat de gedachtswijzes zijn en vooral hoe dat jullie dat kunnen toepassen op jullie eigen hond. Als onderdeel van de kwispeltherapie heb ik ook een webshop, de Kwispelaar, waar dat ik producten aanprijs en verkoop die als topprioriteit hebben het welzijn en de veiligheid van uw dier. Zo hebben we bijvoorbeeld een anti-schokbak die mij persoonlijk nog nooit heeft teleurgesteld, die er goed voor zorgt dat het schokken stopt bij uw hond. Schokken heeft een aantal nadelige effecten die u allemaal kan nalezen op de webshop. We hebben ook een lichtgevende halsband. Die zorgt ervoor dat uw hond 's nachts zichtbaar is tot 200 meter ver. Het is niet alleen handig om te gebruiken tijdens de wandeling, maar ook bijvoorbeeld 's avonds als u uw hond uitlaat in de tuin. Dan weet u altijd waar dat hij is en persoonlijk gebruik ik hem ook bij het joggen op mijn arm. Ik verkoop ook producten die de band tussen jou en jouw hond versterkt. Zoals bijvoorbeeld onze poepschep. Geloof mij maar, als dat taakje makkelijker wordt, dan gaat u veel dichter bij uw hond staan. Zo, dat was het. Jullie kunnen abonneren op dit kanaal voor meer hondengoodness. Of jullie kunnen reacties achterlaten hieronder. En dan zie ik jullie volgende keer.